En zo ging Sint Eustatius de geschiedenis in als het eerste land dat de Verenigde Staten heeft erkend. Althans gegroet, een gelukkig misverstand. Al gauw telt men hier 3.000 tot 4.000 scheepsafvaarten per jaar. In Amsterdam arriveren 3 keer zoveel schepen uit Sint Eustatius als uit Curaçao. En niet alleen wapens en buskruid voor Amerika gaan via het eiland, maar ook suiker en koffie en werktuig en textiel. Sint Eustatius heet bij de zeelui de Gouden Rots. De Engelsen zijn woedend. Als de 4e Engelse oorlog uitbreekt, krijgt de admiraal Charles Rodney opdracht om voorgoed met die Golden Rock af te rekenen. Op 3 februari 1781 verschijnt hij met 27 schepen en 3000 soldaten. Ter verdediging 50 Nederlandse militairen, die op dat moment nog niet eens wisten dat er een oorlog met Engeland was. Zonder slag of stoot gaat Rodney aan land, waar hij een schrikbewind instelt. Alle goederen en schepen worden verbeurd verklaard. Alle kooplieden worden uitgewezen. Sint Eustatius lijkt vernietigd. Maar kort daarna komt het eiland onder Frans en daarna onder Nederlands bestuur toch nog even weer tot bloei. Maar 10 jaar later is het echt afgelopen. En zo is het nu. Sint Eustatius werd een eiland van ruïnes. En een paradijs voor archeologen. They go about the... I see something sticking out here. This is what? You call this the pearl rare. Also known as Delft blue, right? No. This is not this Delft blue? This is transfer print pearl rare. Transfer print. De verdwijning van de vroegere welvaart is onthutsend totaal. Bijvoorbeeld, bij de inval van Rodney waren er 101 Joodse kooplieden. Een aantal werd gedeporteerd, van de overigen werden de bezittingen afgenomen. En na 1795 is er van die Joodse gemeente niets meer over. Het kerkhof is door Amerikaanse archeologen gerestaureerd. De ruïne van de synagoge is geconserveerd. Naast de Joodse synagoge staat de ruïne van de gereformeerde kerk. Ook al jaren in onbruik, eenvoudig omdat er geen gemeente meer was. Geen blanke gemeente. Zwarten hadden tot deze kerk geen toegang. Maar al die verlaten kerkhoven en kerken, pakhuizen en slavenverblijven symboliseren in feite de kwetsbaarheid van de Antillen. Ze zijn altijd afhankelijk van wat anderen op die eilanden komen doen. It seems that most of the inhabitants were here mainly for wealth. They were never really interested in residing here. They just use this as a trading center. Even the upkeep of the forts were neglected. When Rodney came, there were hardly any shots were fired because that's how the fort is in existence now. They were only concerned in making money and not even defending the island. Het steekt de Stacianen dat op hun eiland anderen rijk werden en toen vertrokken. Ooit woonden er bijna 8000 mensen, nu 1800. En dat zijn dan de echte Antillianen. Uit hedendaagse gemeente is een historische stichting voortgekomen die niet alleen wil oplappen wat er was. Ze wil dat die oude spirit weer terugkomt. Maar dan bij de vaste bewoners. Something else could be done to this island. Because we know in many years gone by, Stacia was one of the richest ports they had around here. We do a lot of trading. And with all these warehouse ruins, you can see it was a busy port. And maybe we can't have back the same port, but we do need something. Na de Amerikaanse onafhankelijkheid en de opheffing van de blokkade
is Sint-Eustatius als contrabandehaven niet meer nodig geweest. Het is door het wereldgebeuren losgelaten. Wat voor de bovenwindse eilanden de invloed van de Verenigde Staten zou zijn, was voor de benedenwindse eilanden de invloed van Zuid-Amerika. In de 18e eeuw nog een Spaanse kolonie en tevens de plaats waar ooit per kano de Indianen vandaan waren gekomen. Het is bekend dat velen diezelfde tocht terug hebben ondernomen, weg van de Antillen, terug naar de verwante stamgenoten op het gigantische vasteland. Dit is Venezuela. Dit is Coro, vlak tegenover Curaçao en Aruba. Een herinnering aan de macht van Spanje. Deskundigen kunnen aan de stijl van sommige gebouwen invloeden onderkennen van Curaçao. Zelfs indirect van Nederland. Men schrijft dat toe aan Curaçao's arbeiders die in vroeger eeuwen hierheen waren gevlucht en in hun werk de stijl van het eiland toepasten. De bevolking van Coro is ontstaan door menging van Indiaans en Spaans bloed. Ze waren dus ook verwant aan de Indiaanse bewoners van de Antillen. In de kathedraal van Coro bestaat nog een document over de stichting van een dorp speciaal voor Indianen van Aruba die hierheen waren gevlucht. De kerk van deze gemeente bestaat nog steeds. Al 250 jaar is het gebouw goed onderhouden. Als levend bewijs van de vele banden tussen Arubaanse Indianen en het vasteland. In 1750 bepaalt de Spaanse koning dat slaven die arriveren op dit grondgebied de facto vrij zijn en niet zullen worden uitgeleverd, onder voorwaarde dat ze katholiek worden. Sindsdien zijn honderden Curaçaose negers naar deze kust gevlucht, waar ze aparte dorpen krijgen. Dit is er zo een, Santa Maria de la Chapa. Ook nu nog is te zien dat de mensen hier niet van Indianen afstammen, maar van Afrikaanse zwarten. Op 17 april 1795 ontstaat onder deze ex-slaven een opstand die door de Spanjaarden bloedig wordt neergeslagen. Enkele aanvoerders vluchten naar Curaçao. Onder hen ene Bastien Carpata. Het is de tijd van de Franse revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Op 17 augustus begint op deze Curaçaose plantage Knip een opstand. De leider heet Tula. Tegenwoordig wordt elk jaar op 17 augustus een herdenking gehouden van de vrijheidsroep die in 1795 op het eiland heeft geklonken. Op diverse plaatsen verlieten slaven hun werk en ze trokken de bossen in. Vee werd gestolen, plantages werden geplunderd, een blanke onderwijzer werd vermoord. Binnen een paar weken waren ongeveer 1000 weggelopen slaven bijeen in de bossen op Westpunt. Twee aanvallen van Nederlandse militairen werden afgeslagen. De koloniale raad besloot het militaire apparaat onder gezag te plaatsen van één krachtige officier, kapitein van Westerholt. Deze nam in zijn gevolg een pater mee, Jacobus Schink, die met de rebellen probeerde te praten. Nog heden ten dagen wordt herdacht wat deze vredestichter van Tula te horen kreeg. Tula tabise, pader, nanga maltrata y tormentanos basta caba, tanos libertad nos que, nos no que hace ninguén de malo. Pader, nos turunta binde mesum Adam y Eva, di quanto un ta shon y otro ta catibu. Ata e catibu nang di Francia, estes nang na Haiti, ata naia na libertad, y Francia a apoderar di Holanda, pues nos tambe mesea nos libertad. De afloop was voorspelbaar. Van Westerholt versloeg de slaven met geweld en de leiders Tula en Carpata werden door enkele van hun volgelingen aangegeven toen er een prijs op hun hoofd was gesteld. Ze werden na het gebruik van die tijd in het openbaar geëxecuteerd. Carpata digo wacto recos aquí, pa después e pasa en mes un castigo. Nang acaba que líder nang. Qui nos posiña fueres aquí? Con nos tambe tinku basa nos mes riba el lucha di e catibo nang aquí, comprendiendo que un mester bringa contra tu forma de injusticia, de maltrato y de opresión. Het is typerend voor het ingewikkelde Curaçao
dat precies hetzelfde soort vrijheidsgedachten nog geen 10 jaar later het leven bepalen van 2 andere Curaçaonaars. Op dat moment wordt het eiland geteisterd door een Engelse blokkade. Er is oorlog, honger en ellende. Op het eiland woont dan een jonge reder die in Nederland is opgeleid, Louis Brion. En hij durfde het aan om de vrijwel ontoegankelijke Sint Joris Baai aan de noordkant van het eiland binnen te zeilen met een schip vol voedsel. Dit is dus een moedige man met een vrijheidsideaal. Maar hij staat gewoon aan de kant van het gouvernement. Hij wordt ook kapitein bij de infanterie der Nationale Garde. En hij is belast met de vorming van een soort burgerwacht van wat toen heette gesoldeerde inlandse jagers. Betaalde zwarte soldaten in Nederlandse dienst. De militaire bezigheden waren overigens geen operettewerk. Er werd wel degelijk hard gevochten. Als Brion commandant is van dit fort Bekenburg, zijn de Engelsen weer geland op Curaçao. Dat is in 1805. En Brion bestormt de vijand, die zich heeft verschanst op de Cabrieteberg. De bestorming lukt door met 120 man onder de dode hoek van de berg door naar boven te klimmen en zo de slag bij verrassing te winnen. Het lukt de Engelsen een paar maanden later wel om de Sint-Anna-baai binnen te vallen. En dan geven de verdedigers zich over. Curaçao komt onder Engelse heerschappij en Brion wordt weer gewoon scheepsbouwer. Maar waar het om gaat is, hij blijft politiek hevig bewust. Hij zal zich als scheepsbouwer en later zelfs als admiraal scharen aan de zijde van Simón Bolívar, de man die wereldgeschiedenis maakte. Na een eerste mislukte opstand in 1812 tegen Spanje is Bolívar gevlucht naar Curaçao. In dit huis, aan de Penstraat, waar zijn 2 zusters woonden, is hij vaak te gast. Hier kan hij zich concentreren op zijn roeping: de bevrijding van het gebied van het latere Venezuela en Colombia. Hier vandaan schreef hij zijn medestanders om ze te inspireren en de verdere strijd voor te bereiden. In die tijd is een andere Curaçaoenaar actief in het revolutionaire leger van Venezuela, Manuel Piar. Hij brengt het zelfs tot generaal, met als beroemdste wapenfeit de overwinning bij San Feliz, waardoor de belangrijke provincie Guyana wordt ontsloten. De tragiek wil echter dat Piar in conflict raakt met Bolívar. En hij komt voor een krijgsraad, nota bene voorgezeten door zijn eigen landgenoot Brion. Piar wordt ter dood veroordeeld wegens insubordinatie, maar Brion zelf valt later ook plotseling in ongenade. Een vreemd en nooit helemaal opgehelderd einde van 2 jongens van het Nederlandse eiland die doorstoten naar de wereldgeschiedenis. Want uiteindelijk staan hun beelden wel te midden van die van de nationale helden van Venezuela op het grote bevrijdingsmonument in de hoofdstad Caracas.